Heb jij last van artrose of slijtage in de heupen, knieën, enkels, ellebogen of bijvoorbeeld de polsen? In deze video ga ik je vertellen wat osteopathie voor je kan betekenen. Artrose wordt in de volksmond ook wel slijtage genoemd. En dat komt omdat het kraakbeen, wat tussen de gewrichten zit en wat ervoor zorgt dat het gewricht mooi soepel loopt, wat achteruit gaat in kwaliteit. En dit kan verschillende klachten veroorzaken zoals pijn, stijfheid, ochtendstijfheid of een verminderde beweging in het gewricht. En ondanks dat we de artrose, dus de slijtage zelf, niet kunnen oplossen, kunnen we met de juiste behandeling er wel voor zorgen dat je ondanks die artrose wel minder of geen klachten meer hebt. Het is namelijk zo dat artrose alleen niet zozeer voor pijn hoeft te zorgen. Daarmee kan je het een beetje vergelijken met brandhout. Brandhout op zich, dat gaat niet in de brand. Daarvoor heb je nog lucifers nodig en bijvoorbeeld spiritus. Dus als je artrose ziet als brandhout, dan zijn er nog andere dingen voor nodig om artrose pijn te laten doen. En dat zijn ook de dingen die we als osteopaat kunnen gaan behandelen. Wanneer we het voorbeeld nemen van het brandhout met de lucifers en de spiritus, dan gaan we dus niet zozeer het brandhout zelf oplossen, maar veel meer ervoor zorgen dat er geen lucifers zijn en geen spiritus. Nou, wat zijn nou die lucifers en die spiritus? En daar wil ik het in deze video wat meer over gaan hebben. Factoren die artrose pijnlijk kunnen laten zijn, dat kan zijn een grotere spierspanning en verminderde de bloeding van het gewricht, of dat er iets met de aansturing vanuit de zenuwen wat minder goed verloopt. Maar we weten ook dat artrose heel erg onder invloed is van je hele metabole gezondheid. Dus hoe eet je, hoe slaap je en hoeveel stress heb je. Daarnaast kijken we in de behandeling ook naar hoe je het gewricht met artrose belast. Beweeg je hem te veel of juist te weinig, of beweeg je hem op een dusdanige manier dat je hem heel snel irriteert. Want we weten, wanneer je een artrose gewricht op de juiste manier beweegt, dat er weer een soort van heel dun laagje over dat aangetaste kraakbeen heen komt, waardoor je een stuk minder pijn kan ervaren. Wanneer ik je onderzocht heb, dan is het voor mij dus duidelijk wat is het brandhout, wat zijn de lucifers en wat zijn de spiritus. Dus welke factoren zorgen er allemaal voor dat die artrose pijnlijk wordt? Dan maken we een plan met de dingen die ik als osteopaat kan doen. En ik kan je tips geven en adviezen voor de dingen die jij kan doen. En dat alles dat zorgt ervoor dat je zo snel mogelijk, zo min mogelijk last hebt van jouw artrose. Wil jij nou weten wat ik voor jouw klacht kan betekenen? Boek dan direct een afspraak in via mijn website www.rubenhartog.nl. En dan hoop ik je snel te zien in de praktijk.